long, long ago, when I was a child, I had dreams in my head, and stars in my eyes. Life takes its toll, I'm battered and bruised, and I don't know how to... Alles gaat met zijn tijd mee. Dus ook radio. Nederland gaat over op Digital Radio Plus. Dat is radio via de ether, maar dan digitaal. Ben jij er al klaar voor? Nederland heeft een nieuw radionetwerk beschikbaar. Digital Radio Plus. Dat draait op DAB Plus techniek. Dit is radio via de ether, maar dan digitaal. Digitale radio via de ether is overal in Nederland te ontvangen. Heeft een groter zenderaanbod en een aantal mooie extra's, zoals pauzeren, stoppen, opnemen en terugluisteren van muziek en het geven van extra relevante informatie voor luisteraars. Digital Radio Plus is de opvolger van FM en vanaf nu overal te beluisteren. Waarom Digital Radio Plus zo goed is? Nou, kijk BNR Nieuwsradio bijvoorbeeld, bovenop het nieuws en nu in het hele land ongestoord en zuiver horen. Kan niet beter. Met Digital Radio Plus kun je kiezen uit nog meer zenders. Een gevarieerd aanbod voor grote, specifieke groepen luisteraars. En speciaal daarvoor hebben wij gelanceerd Q-Music Non-Stop. Lekker non-stop luisteren naar alle hits. Wil jij ook meer zenders kunnen ontvangen? Dan heb je een digitale radioontvanger nodig of een apparaat waar een DAB Plus chip in zit. Het luisteren naar digitale radio is net als bij FM gratis. Dus geen providerkosten en je spaart ook nog eens je batterij. Je kunt direct afstemmen op je favoriete zender. Dus niet meer ouderwets zoeken, maar gelijk naar je favoriete zender luisteren. Alles is super duidelijk aangegeven. Zowel de publieke als de commerciële zenders zijn te beluisteren via Digital Radio Plus. Het aanbod zal daarnaast uitgebreid worden. Zo is er plek voor nieuwe zenders in de ether, maar ook voor tijdelijke actiezenders. Digital Radio, ja, ik verheug me er heel erg op, want je kan zoveel meer dingen. Het klinkt natuurlijk vooral beter en je hebt ook een soort medium erbij eigenlijk. Hè? Want zo'n digitale radio heeft een display en dan zou je daar dus informatie naartoe kunnen sturen. Bijvoorbeeld als er hier bij mij iemand op de speelplaats staat, ja, dan werk je Shazam niet of de playlist op 3FM. Maar dan kan ik gewoon wel meezenden. Op dit moment, Miss Monsje op de speelplaats en dan zie je dan mooi op je display. Kan niet wachten. Als je eenmaal over bent, wil je nooit meer iets anders. Kies een apparaat naar je eigen smaak en ervaar de hoge kwaliteit van Digital Radio Plus. De meest moderne manier van radio luisteren. Voor klassieke muziek is stilte heel erg belangrijk. Stilte zonder ruis, maar ook de dynamiek en de balans. Nou, bij de kwaliteit van digitale radio hoor je dat allemaal optimaal. Ja, je bepaalt naar wat je wilt luisteren en hoe je dat wilt doen. En Digital Radio Plus heeft als voordeel dat je op naam kunt scrollen naar je favoriete zender. Je hoeft dus geen frequenties meer te onthouden. Dat is wel zo simpel. Nou, het is fijn dat radio nu eigenlijk ook met zijn tijd meegaat. Want digitale televisie kennen we al een hele tijd. Nu eindelijk kun je dus gewoon op je autoradio Radio 6 ontvangen. Kun je die kabel uit je kofferbak weghalen. Dat werd wel een keer tijd, vond je niet? Digital Radio Plus verbruikt de moderne, efficiënte uitzendtechniek die relatief weinig stroom verbruikt. Het is dus ook nog eens slim en verantwoord. Digital Radio Plus. Voor al je favoriete zenders en meer. In heel Nederland te ontvangen, hoge kwaliteit en meer keuze. Ben jij er al klaar voor?